Nou, dan gaan we eens rustig daar naartoe. Zal ik eens alleen naar voren rennen, jullie dekken. En dan is het inderdaad goed, gewoon één voor één komen. Geel, geel. Ik kan hier door, we zitten hier recht tegenover. Perfect, bedankt. Hand nodig? Oh. Ja, het was een beetje gladder dan ik dacht. Ah. Ja, ik ben blij dat ik een beetje elleboogbescherming had. Bedankt. Hij doet het nog. We zijn er een rood-wit lint voor gedaan. Ja, het eerste stuk. Het eerste stukje. Zit er eentje in het volgende portaal. Kijk uit, kijk uit, kijk uit. Gerard, als we dus de oude truc gebruiken van net. Ik ga wel langs de rand. Mijn raam naar binnen schieten. Jullie proberen de schuim vanuit de bosjes op te schieten. Het enige belangrijke is dan dat je weet waar ik ben voordat ik mijn truc uit ga halen. En ik kan de laatste paar meters niet praten. Ja, het zou fijn zijn als er iemand achter mij aanloopt. Als jullie met z'n drieën zijn en het schuin op schieten, gaat het waarschijnlijk goed. Netjes. Hier in de gang zit er een. Kijk uit. Er is een van ons het afgeschoten. Strakke actie. Correct.
Kijk uit, er kunnen nu geel naar buiten komen. Kijk uit, er komen geel naar buiten. Er komen geel naar buiten. Aan het raam, eerste verdieping. Let op die ramen rechtsboven, die blauwe die net het gebouw naast mij uit zijn gekomen. Die ramen daar rechtsboven, daar kunnen wel eens een keer geel naar buiten komen. Weg hier! Deuropeningen, deuropeningen! Ja, dat blauwe? Ja, de ballen vlogen mij ineens in mijn oren, dus ik moest even weg. Kijk in je schoenen. Het volgende portaal was het op vanuit het raam. Oké, Gerard, leg het maar eens uit. Of ben jij er af omdat je je masker uit hebt? Godverdomme! Ja, het ging net goed. Hier boven mij overal tegen de muur aan. Het sproeide flink. Maar ik wil even wachten, ik wil nu niet naar binnen rennen, want dan verwachten ze. Is de trap vrij, dan kan ik weer een keer op mijn bek gaan. Is de trap vrij, Jorg? Poeh, hey. Echt, ze vlogen om mijn oren.